Hey, Bart Valknieren hier van MakeEatsMedia.nl en welkom bij deze Word training In deze video, tekst is maar saai. Breng je project echt tot leven met afbeeldingen. Ah, hoe doe je dat zonder je hele opbak naar de piep gaat? Ik laat het je zien check de hele training op slash word Oké, okay, afbeeldingen en plaatjes. Dus hoe fix je dat in Word? Ik zit hier eventjes in mijn smulmenu, twee bladzijden, en ik wil een plaatje aan toevoegen. Nou, ja, bijvoorbeeld slagroomtaarten kun je in Google. Op Zoek gaan naar een slagramtaart. Heb je er een gevonden? Dan kun je op het plaatje klikken met de rechter muisknop en dan kan je die opslaan of gewoon direct kopiëren. Als ik die direct heb gekopieerd en met Alt-Tap, hier zie je alle dingen die ik hier op open heb staan. Maar goed, Alt-Tap is een handig trucje waarmee je dus snel kan wisselen tussen schermen. Maar hoe dan ook, weer terug in beurt. Doe ik hier Ctrl-V van plakken en dan zie je wat er gebeurt. Hij gooit hem erin, maar de hele opmaak gaat naar de galmise en dat is frustrerend. Um, ik heb opeens drie pagina's. Het is een zortje. En het komt omdat hij dus die afbeelding ertussen drukt. En alle tekst bam aan de kant schuift. Nou, en daar is een hele handige, een hele belangrijke oplossing voor. En namelijk dit knopje daar. Daar, aan die kant. En wat is dat knopje? En uh, daar. En dan krijg ik hier de indelingsopties. En als ik hem hier in plaats van zeg maar in de tekstregel zet. Maar dan zet ik hem voor de tekst. Tadaa. En dan kan ik hem dus zetten waar ik die maar wil. Super, super handig. En wat ook al handig is, naast niet alleen voor de tekst, klik ook op positie op pagina fixeren. En ik kan je dit echt aanraden. Elk plaatje wat je in Word gooit, ook al gaat de opmaak direct naar de galamise, zet hem op voor tekst. En positie op pagina fixeren. En wat is dan positie op pagina fixeren? Als ik bij wijze van hier enter's doe, dan uh, doe ik hier enter's. Maar het plaatje gaat niet naar beneden, maar blijft gewoon uh, staan. Dus dat is super handig. Maar goed, het is nog een beetje een heel erg groot plaatje. Dus hoe kan ik dat plaatje een ander formaat geven? Nou, dat wist je wel. Maar links klik en sleep kan je dus uh, een plaatje een vorm ander formaat geven. En die ergens neerzetten. Maar wat ook kan, is direct de mate intypen. Want op het moment dat ik een plaatje heb geselecteerd, dan krijg ik hier aan de bovenkant afbeeldingsindeling. Als ik het plaatje niet heb geselecteerd, dan zie je dat niet. Maar hierboven krijg je een nieuw menu-item, eigenlijk: afbeeldingsindeling. En helemaal aan de rechterkant vind je hier nu de afmetingen van dit plaatje in centimeter. Stel je voor, ik wil dat die 5 centimeter breed wordt, dan doe ik Enter. En dan is hij precies 5 centimeter breed. Nou, omdat dit een vierkant plaatje is, wordt de hoogte ook gelijk 5 centimeter. Maar dan heb ik precies 5 centimeter breed. Of ik kan hem ook nog even wat kleiner maken. Maak hem een 3 centimeter. En dan wil ik hem zeg maar onder slagroomtaart zetten. Dus dan doe ik hier van mijn cursor, doe ik hier een paar keer enter. En dan heb ik hier slagroomtaart, zet ik het plaatje zo erin. En dan heb ik hier een plaatje met een slagroomtaart erin gezet. Super handig. Maar wat niet iedereen weet zijn transparante afbeeldingen. En daarmee ga je echt punten scoren, want ze zien er vet uit. Wat is transparant? Transparant betekent doorzichtig. Oké, okay, ik zit er in Google. Ik heb slagroomtaart gezocht bij afbeeldingen. Maar hier vind je ook een uh, woordje tools. En als ik daarop klik, dan krijg ik hieronder een extra menubalk. La la la. En wat vind je in die menubalk? Vind je in eerste uh, formaat, groot, gemiddeld een icoon. Als je hem op groot zet, dan krijg je dus grote afbeeldingen met meer pixels, meer resolutie. En hier bij kleur, vind je hier ook het woord transparant. En dat betekent dus doorzichtig. En dat betekent dus dat je afbeeldingen krijgt van slagroomtaart, in dit geval, die dus doorzichtig zijn. Nou, de taart niet, maar de achtergrond is, dus oftewel geen witte achtergrond. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld uh, deze hier, hartstikke lekker. En hier zie je nu um, de. Vakjes verschijnen, de witte en de grijze vakjes. En dat betekent eigenlijk dat die taart, dus uh, een doorzichtig achtergrond heeft. Als ik hier rechtermuisknop doe, doe ik weer uh, kopiëren. En dan ga ik weer terug naar Word. En eens even kijken of dat gaat werken. Ctrl V, dan plak ik hem erin. Tadaa. En dan doe ik hier eventjes deze. En dan klik ik weer op voortekst en positie op pagina fixeren. Net als bij die andere netten kan ik hem dus overal heen slepen. Maar wat valt je op, dames en heren? De achtergrond. Is doorzichtig. Super vet. En dan heb je dus niet allemaal van die rechthoekige vierkantjes. Maar dan kun je dus ja, doorzichtige plaatjes in je Word gebruiken. Hé, hey, maar wat valt je ook op? Er zit van die tekst achter, een soort watermerk en dat komt omdat deze afbeelding waarschijnlijk auteursrechtelijk beschermd is en zo. Maar op de website pixabay.com kun je prachtige gratis afbeeldingen voor jouw projecten vinden die niks te maken hebben met rechten en misschien zal rechten jou een zorg zijn omdat je toch iets maakt voor school. maakt het uit, maar hey, het is goed om alvast te weten. Bij pixabay vind je allerlei Plaatjes die je altijd mag gebruiken. En overal. De eerste hits zijn vaak wel betaalde plaatjes. Maar daaronder allemaal niet. En dan kun je ook transparante andere plaatjes vinden. Net zoals net in uh, Google. Maar goed, wat kunnen we nog meer doen? Met plaatjes in Word? Ik haal dit uh, plaatje even weg. Hè, maar dat mag allemaal niet met recht en zo. Maar ik ga even laten zien wat ook kan. Ik heb hier gewoon Windows uh, Verkenner. En ik heb hier gewoon een plaatje opgeslagen. En dit plaatje kan ik gewoon links klikken en sleep. Zo hop hierin slepen. Tada! En dan kan ik deze ook weer op. Voor tekst en positiepagina fixeren zetten. En het is uh, koekjeshuis. <laughs> en heb ik hier dus ook dit plaatje erin gezet. Die heb ik van Pixabay en ook met een transparante achtergrond. Maar goed, wat kun je nog meer voor vette dingen doen met een plaatje in Word? Nou, als ik dit plaatje dus geselecteerd heb, heb je hier dus het lint-afbeeldingsindeling. Met hier ongelooflijk veel uh, dingen die je met een plaatje zou kunnen doen. Ga je lekker zelf ontdekken, want het is veel te veel om uit te leggen in een korte video. Maar één ding wat ik in ieder geval wil even laten zien is bijvoorbeeld. Afbeeldingseffecten. Als ik daar op klik, dan heb ik hier afbeeldingseffecten. Dan heb ik hier schaduw, weerspiegeling, gloed, vloeiende randen, schuine rand en 3D draaiing. Als ik bijvoorbeeld op schaduw klik. En ik klik bijvoorbeeld op deze voorinstelling. Dan krijg je daar dus zo'n klein beetje slagschaduw achter. Nou, daar kan ik ook allerlei dingen van instellen. Ik ga weer terug naar afbeeldingsindeling schaduw. En in plaats van een van deze te kiezen, kies ik hier voor schaduwopties. En als ik op schaduwopties klik, dan krijg ik hier een heel menu met allerlei instellingen. Hierboven boven een aantal tabbladen die alles te maken hebben met die afbeelding. Dus opmaken, mooi maken. Maar hier heb je dus uh, schaduw. En dan kan je hier kiezen voor. Uh, of moet ik even in beeld brengen en zo. <laughs> voor hoe doorzichtig die schaduw moet zijn. Of uh, hoe groot. Kijk, nu wordt die hart, hartstikke groot. Of die uh, vervaagd moet zijn. En onder welke hoek die dan uh, moet staan en zo. En welke afstand die dan uh, moet hebben. Nou, en de weerspiegeling, gloed, vloeiende randen, 3D-opmaak. Je um, kan je hier helemaal. Uitleven om deze afbeelding vet te maken. Nou, wat ik nog even wil laten zien, is een ander heel uh, vet dingetje. Ik heb hier bijvoorbeeld uh, dit plaatje. En deze is dus, uh, transparant en dan kun je dus, dus het vette schaduw maken. Maar deze is niet transparant, maar ook iets vets wat je ermee kan doen is bijsnijden. Dus bij afbeeldingsindeling klik ik hier op bijsnijden. En als ik op bijsnijden klik, dan kun je hem dus kroppen. Dus ik maak hem uh, op deze manier. Kan je dus zorgen dat je een gedeelte van een plaatje overhoudt. En ik kan ook zeg maar dit nog uh, zo een beetje Positioneren, bijvoorbeeld zo ben je klaar, druk je op enter en dan heb je dus een stukje slagroomtaart in plaats van hem helemaal. Als ik weer op bijsnijden klik, dan zie je dat het plaatje niet weg is, um, hij is er gewoon nog steeds. Op die manier kun je dus. Uh, een plaatje een beetje bijsnijden. Wat ook vet is, als ik hierop uh, klik. Dan ga ik hier bijsnijden en bijsnijden naar vorm. En op die manier kan ik dus ook bijvoorbeeld kiezen van ik wil uh, een hartje van maken. En dan klik ik hier op hartje. Tadaa, en heb ik hier dus bijgesneden naar hartje. En ik moet even kijken wat die. Kijk, deze viel net een beetje erbuiten. kan ik het zo een beetje invullen. En dan druk ik op bijsnijden. En dan heb ik dit plaatje bijgesneden naar een, uh, een hartjesvorm. Hartstikke geinig, toch? Hartstikke geinig. Je kan ook uh, bijsnijden naar een andere vorm. Bijvoorbeeld uh, bliksem of zo. Of er is van alles mogelijk. Nou, twee dingen heb ik dus nu even laten zien. Um, dus die slagschaduw vind ik al vet. Die gebruik ik best wel vaak bij afbeeldingen. En uh, bijsnijden naar vorm is ook al vet. En zorgen dat die dus niet je hele opmaak naar nou, de nice gouden helpt. Maar dat je hem dus makkelijk over kan neerzetten waar je maar wil. Dus. Gooi de afbeeldingen erin en maak het vet.